Debat over opvang asielzoekers verhard. Het is dinsdag 6 januari. Dit is Zeeland Nu. Burgemeester en tegenstanders digitaal op de vuist. Toename van discriminatie. En handbal moet naar hoger niveau. Dag dames en heren. Het debat over mogelijke opvang van asielzoekers in de Zeelandhallen verhard. Burgemeester Verhulst van Goes heeft in zijn nieuwjaarstoespraak fel uitgehaald naar mensen die via Facebook een actie tegen de asielopvang zijn gestart. De reacties op internet daarop zijn niet mals en de discussie wordt bepaald niet anoniem gevoerd. We hebben er genoeg. Vol is vol. En eigen burgers eerst. Het zijn reacties van sympathisanten van de Facebookpagina Geen asielzoekers in de Zeelandhallen Goes. Ze komen uit heel de provincie, van Zeeuws-Vlaanderen tot Walcheren. Het zijn reacties op de burgemeester van Goes, die in zijn nieuwjaarstoespraak het volgende zei over de website. We moeten ons niet laten meeslepen, vind ik, in die vind ik leuk democratie. Voor een deel is dat ook een wereld van de anonieme scheldpartijen achter een schermpje. Het zijn woorden die bij de beheerder van de Facebookpagina, Sandra Kraan uit Goes, in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Hij probeert ons in een hoek te drukken van vind ik leuk democratie, terwijl wij gewoon echt ergens voor staan. Als burgers hebben we rechten en we moeten gewoon gehoord worden. Wat heeft u dan tegen de komst van asielzoekers hier? Op het moment dat je asielzoekers hier laat, zeg een stuk of 1000, 2000, die krijgen om nu een verblijfsvergunning, die moet je ook allemaal gaan huisvesten. De wachttijd bij de woningbouwcorporatie hier is al 4,5 jaar. Voor andere mensen. Misschien moeten we daar eerst eens naar gaan kijken. U voelt zich als Goesenaar, als inwoner van Nederland dan benadeeld ten opzichte van de asielzoekers die hier komen? Nou, benadeeld wil ik het niet noemen. Klinkt het wel. Oké, nou dat is niet de bedoeling. Het is niet benadeeld, want die mensen hebben net zoveel rechten als ons. De Zeelandhallen zijn een optie om tijdelijk asielzoekers te huisvesten. Mocht door oorlog in het Midden-Oosten of Oekraïne een grotere vluchtelingenstroom op gang komen dan tot nu toe het geval is. De burgemeester van Goes snapt de zorgen van de burgers wel, maar... Hoe kan je nou tegen het terrorisme zijn? Daar is ieder normaal denkend mens tegen. Dat dan mensen onthoofd worden en gewoon afgemaakt worden. En als ze dan vluchten en je bent daar tegen, ja maar niet hier. Ik kan dat niet rijmen. Ik denk dan van, ja heb je wel verder gekeken? We hebben op meerdere racistische opmerkingen hebben we weggehaald. Als de dingen echt te ver gaan, dan halen we ze gewoon weg. Wij willen maar vol is vol en eigen volk eerst, dat staat er nog steeds op. Ja oké, maar dat, weet je, vol is vol, dat is een mening van iemand. Ik vind dat nou niet dat heel de pagina benoemt. Het is een democratisch land, dus ik vind gewoon dat wij gewoon op mogen staan voor onze rechten. Ja, en bij de Zeelandhallen in Goes is verslaggever Koen Teuwes. Koen, komen er daadwerkelijk asielzoekers naar de Zeelandhallen? Daar kan ik kort over zijn voorlopig. Zeker niet, zegt de gemeente Goes en zegt het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Je moet niet vergeten, de Zeelandhallen zijn een optie voor noodopvang. Nou, als zo'n aanvraag binnenkomt, dan moet de gemeenteraad er nog iets van vinden. Het gemeentebestuur, dan gaat het om hoe lang en hoeveel mensen. Dus nee, voorlopig zeker niet. Ja, op internet dus scherpe woorden. Denkt iedereen in Goes er zo over? Ja, het is moeilijk natuurlijk om alle 37.000 inwoners van de gemeente Goes hierover aan de tand te voelen. Maar mijn collega Carlijn de Splenter is wel het centrum van Goes ingegaan. En de reacties die je daar hoort zijn toch een stuk genuanceerder. Het lijkt me geen leuke plek om te wonen in elk geval. Maar tijdelijk, ja, kan me wel iets voorstellen. Maar voor de rest, ik heb er geen meer zo hard tegen, laat ik het zo zeggen. Nou, waarom die mensen geen plaatsje geven? En de Zeelandhallen staat toch grotendeels leeg. Ik heb er geen problemen mee. Hoezo niet? Nou ja. Ik weet niet. Ja, je mag niet discrimineren, hè? Ik zat vanochtend het verhaal te lezen van de burgemeester ook. Enerzijds kijk je met afschuw naar wat daarin te gebeuren. Aan de andere kant ga je beginnen bezwaar te maken als die mensen deze kant uitkomen. Dat zijn toch dingen die niet met elkaar te rijmen zijn, lijkt mij. Ja, dat vind ik een beetje te ver gaan. Ja, ik bedoel, er zitten al een heleboel asielzoekers in Goes. Ja, dat gaat hartstikke goed. Dus dat, ik zie niet in waarom er nou zoveel problemen gemaakt moeten worden van ja, de verplaatsing of eventueel nog meer. Dus het, mensen moeten ook een kans krijgen om weer een beetje een leventje te kunnen krijgen. Ja, Koen, die discussie over het wel of niet huisvesten van asielzoekers is ontstaan omdat de kartbaan daar weg moet om ruimte voor opvang te maken. Hoe is het daar nu mee?
Ja, Mirjam, die kartbaan is er gewoon nog steeds. Die is gewoon open. We hebben vandaag de eigenaar van de kartbaan gesproken. En hij blijft ook gewoon in de Zeelandhallen, zolang er geen asielzoekers moeten worden gehuisvest. En zelfs dan, als er een aanvraag binnenkomt, dan gaat hij zijn eventuele uitzetting aanvechten bij de rechter. Dus voorlopig hier in de Zeelandhallen kan gewoon gekart worden. Dankjewel, Koen. Het aantal meldingen van discriminatie bij het Antidiscriminatiebureau Zeeland is in 2014 met ruim 42% toegenomen. Kwamen er in 2013 nog 120 klachten binnen, in 2014 waren dat er 171. De toename is volgens het bureau voor een groot deel toe te schrijven aan mensen die melding hebben gedaan na de minder Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders. Daarnaast is er ook een opvallende stijging van het aantal mensen dat zich gediscrimineerd voelt op grond van leeftijd. Het trainingscentrum Vlissingen ligt onder vuur. Een klokkenluider heeft gemeld dat het voormalige hoofd van het centrum zou hebben gesjoemeld met geld en materiaal zou hebben ontvreemd. Hij is volgens de briefschrijver in juni al op non-actief gesteld. De SP in Vlissingen heeft de anonieme brief gecheckt en bevestigd gekregen dat de man over de schreef zou zijn gegaan. Dat er gewoon gesjoemeld is door de meneer met geld en ook met declaraties van uren. En ja, ik vind dat gewoon echt helemaal niet kunnen. En zeker niet in deze tijd. En dat iemand daar gewoon mee weg kan komen. En u weet zeker dat dat gebeurd is? Ja, absoluut. Mijn bronnen zijn echt heel betrouwbaar, want ik ga niet zomaar naar buiten. Want mijn bedoeling is ook absoluut niet om mensen zomaar te beschadigen of zo. Maar dit kan niet. De burgemeester van Vlissingen zou al maanden op de hoogte zijn van de fraude bij het trainingscentrum. De SP eist hierover in schriftelijke vragen duidelijkheid. De gemeente Vlissingen en de veiligheidsregio Zeeland laten in een reactie weten dat al eerder onderzoek gedaan is naar de kwestie en dat daaruit geen strafbare feiten naar voren zijn gekomen. Sportscholen krijgen in januari, de maand van de goede voornemens, altijd veel nieuwe klanten. Zoals sportcentrum Delta in Terneuzen. Maar houden die nieuwe sporters het ook vol? Na 3 maanden begint dat zo'n beetje. Ja, dan wordt het moeilijker om de goede voornemens door te zetten. En dat is voor ons ook een punt voor ons om dan nog extra wat motivatie en wat evaluatiemomenten in te plannen. Een van die mensen die na een paar maanden is afgehaakt is terugkerend sportschoolganger Art van der Staal. Te druk met werk, onregelmatig en dan raak je op een gegeven moment het ritme van de sporten kwijt en dan op een gegeven moment heeft de bank voorkeur in plaats van de sportschool. Deze beginnend sporter denkt het wel vol te gaan houden. Ik ben wel vastberaden om gewoon door te gaan. Mijn vriendin die zit hier ook op de fitness. Dus met z'n tweeën dan heb je wel iets meer kans om kunnen elkaar motiveren, zeg maar. Aardappelboer Frank Kuipers uit Ossenisse is trots op zijn aardappelen in de schappen van winkelketen Albert Heijn. Sinds vandaag staan zijn naam en adres op de verpakking en hij roept mensen op om een selfie te maken met zijn aardappelen. De eerste 5 mensen die op een foto maken, een selfie van deze aardappelzak in de winkel in Nederland, die krijgt het geld teruggestort. Aardappelboer Kuipers had eigenlijk maar 1 doel met zijn Twitter-actie. Publiciteit om het ras onder de aandacht te brengen. En dat is mij redelijk gelukt. Kuipers teelt aardappelen met een rode schil. Hij vindt dat dit aardappelras meer aandacht verdient. De Nederlanders kiezen snel voor een aardappel met een gele schil. En een rode schil is veel smaakvoller. Bewoners van zorginstellingen voelen zich beter als ze zo nu en dan in een andere omgeving komen. En daarom is in Rijmerswaal een project van zorginstellingen waarbij bewoners op bezoek gaan in een andere instelling. Gluren bij de buren heet het. Het lijkt nu al een succes. Dit zijn Annie Stevensen en Riek van den Berg. Zij wonen in zorgcentrum Hof Kruningen in Kruiningen. En dit is Herman Langedoen. Hij woont in het Thomashuis net buiten Kruiningen. Een woonvorm voor ouderen met een verstandelijke beperking. Deze zorginstellingen werken samen en doen dat zonder extra kosten. Daardoor kunnen bewoners erop uit. Eens kijken. Zo gaat Herman af en toe naar Hof Kruningen om iets te doen wat hij erg graag doet. Ja, niet meer. Nee. Hoe is het om hier te kunnen dammen? Ja, wel leuk. Ik hoor de man dus. Nee. Voorheen kon dat niet? Nee. Nee. En kan uw tegenspeler er iets van? Nee hoor, kan er niks van.
Cliënten vinden het leuk om gewoon ook ergens anders te zijn. En dan kunnen we eens gluren bij de anderen. Maar dat betekent ook andere cliënten ontmoeten van een andere, met een andere beperking. Maar het biedt ook gewoon een uitje. Dus ze vinden het ontzettend leuk. Prachtig. We hebben gewoon gekeken van, goh, waar kunnen we elkaar in vinden? En we hebben de landelijke burendag op 22 september hebben we aangegrepen om eens te kijken, we zijn eigenlijk elkaars buren. Dus hoe kunnen we dat nou ja, ook laten zien aan de buurt? En hebben we gluren bij de buren genoemd om te kijken van, goh, kom eens even bij ons binnen. En dat is eigenlijk de eerste stap in onze samenwerking geweest. Is het genieten? Ja. Dat is een lieve tor. Hé, hey, zullen we hier maar blijven? Kijk, wij zien de kracht van de inzet van paarden voor onze bewoners. Dus dat moet iedereen eigenlijk weten. En ze weten dat deze mensen niet zoveel naar buiten kunnen. Of Kruning hebben ze prachtige activiteiten, maar met name binnen. Ja, nou, dan komen ze gewoon lekker hierheen. Hm? Nee, prima toch? De zorginstellingen in Rijmerzaal blijven komend jaar sowieso nog samenwerken. Extra trainen om beter te worden. Dat doen ongeveer 50 jeugdhandballers in een samenwerkingsverband van de Zeeuwse handbalclubs. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo speelt een van de jeugdteams van EMM uit Middelburg op het hoogste niveau. De jeugdspelers krijgen eens in de twee weken extra training. De extra trainingen zijn bedoeld voor jeugdspelers van 12 tot 18 jaar. Met als doel het Zeeuwse handbal wat verder te krijgen. De talenten nog wat verder, wat meer bagage te geven. Zodat ze dat ook weer mee kunnen nemen naar hun verenigingen en hun teamgenootjes ook weer beter kunnen maken. Er wordt bij de Zeeuwse jeugdselectie niet geselecteerd op talent. Dat betekent dat alle Zeeuwse jeugdhandballers mee kunnen trainen. Iedereen kan als je wil bij de Zeeuwse selectie. En het is echt wel gericht op individuele trainingen zelf beter worden. Het is altijd heel gezellig, want eigenlijk zijn alle meiden en de jongens toch wel gewoon een soort vrienden en vriendinnen van je geworden. Talent is er genoeg volgens de initiatiefnemers, maar de Zeeuwse jeugdselectie heeft geen plannen om die talenten samen uit te laten komen in de competitie. Want dat zou ten koste gaan van de Zeeuwse clubs. Het blijft dus alleen bij extra trainingen. Wat we wel nog doen is gezamenlijk toernooien spelen. Maar dat is geen hoge frequentie. En dan gaan we natuurlijk wel als een Zeeuwse jeugdteam daar spelen. Dingemans vindt dat de samenwerking zijn vruchten begint af te werpen. Er zijn wel wat leuke tekenen in die kant op. Het jongens B-team van EMM heeft vorig jaar in de finale gestaan voor het Nederlands kampioenschap veldhandbal. Het jongens A-team speelt dit jaar op het hoogste niveau en dat betekent jeugddivisie. En dan kom je verenigingen tegen als Citadia en Bevo. En dat zijn toch ook de clubs die meedoen aan de top van de eredivisie. Ja, en hier in de studio verslaggever Daniel Godinho Vega. Hoe is het gesteld met het Zeeuwse handbal? Ja, nou, handbal is in Zeeland geen grote sport. Op dit moment hebben we Delta Sport uit Zierikzee en Orion uit Heinkensand in de hoofdklasse spelen. Dat is toch nog het vierde niveau van Nederland. Oftewel, het Zeeuwse handbal kan wel een steuntje in de rug gebruiken en daar helpt zoiets natuurlijk wel bij. Ja, vroeger was dat een stuk beter, toch? Ja, nou, we hebben natuurlijk echt wel in het verleden clubs gehad die op een hoog niveau hebben gepresteerd. Hè. In de jaren 90 met name, Delta Sport uit Zierikzee en EMM uit Middelburg. Ja, die clubs die kwamen uit op het hoogste landelijke niveau. En ook bij de dames EMM uit Middelburg. Maar ja, die tijden liggen nu toch wel achter ons. Oftewel, de hoogtijdagen zijn voorbij. En het wordt tijd voor een nieuwe lichting. Ja, wie weet komt het Zeeuwse handbal weer uit het dal door dit samenwerkingsverband. Diana van Gelderen uit Vlissingen ziet weer lichtpuntjes. Van Gelderen is 107-voudig international. En werd in de jaren 80 als een van de beste handbalsters van Nederland gezien. We hebben natuurlijk gloriejaren gehad, eredivisie gespeeld. Nou, dus we zijn toen een beetje weggevallen. Delta Sport is toen gekomen. Dat is natuurlijk prachtig, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Daarom is dit heel erg belangrijk. We zitten natuurlijk overal altijd heel ver vandaan. Je moet altijd heel veel reizen. Kost heel veel geld. Dus ja, het is ook niet makkelijk om dit een beetje staande te houden. Maar door dit soort initiatieven motiveer je jeugd wel weer. En als iemand ziet dat je beter kan worden en verder kan komen. Ja, een stimulans is natuurlijk altijd goed. Ik zie weer een lichtpuntje. En dat meen ik ook serieus. Als dit behouden blijft en ze gaan hiermee verder, dan zie ik wel weer komen dat er misschien wat op niveau gespeeld gaat worden in Zeeland. Het
Het was een grijze dag vandaag en dat is goed te zien op de foto's. En het was koud. De temperatuur kwam amper boven nul uit. Vanavond gaat het regenen. Morgen laat de zon zich weer zien, maar daarna weer wisselvallig. Met veel regen, wind en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En dat was Zeeland Nu van vandaag. Nu op deze zender een gloednieuw programma. Lees het landschap. Een blik op het Zeeuwse landschap van 3 miljoen jaar geleden tot nu. Blijven kijken dus. Een hele fijne avond.